Een hele goede dag, beste kijkers van CryptoCoin Talk. En wat leuk dat jullie wederom weer kijken. Mijn naam is Thijs en vandaag ga ik met jullie naar Bitcoin en Shiba kijken. Het is natuurlijk ook wel een beetje een bijzondere video. Het is namelijk de laatste video voor het jaar 2021. Ik wil jullie daarbij dus ook allemaal alvast hartelijk bedanken voor uh, ja, de support, uh, de, de liefde, de likes en alles wat we van jullie hebben gehad. Um, we hebben echt een prachtig jaar neergezet. Ik had niet voor meer kunnen wensen. Uh, en we gaan deze lijn prachtig doortrekken in 2022 en dan hopen we dat jullie daar ook allemaal weer bij zijn. Voor deze een laatste keer vergeet dus zeker ook niet eventjes een like te geven en te subscriben op ons YouTube kanaal als je meer van dit soort content wil. Zoals ik al zei, we gaan uh, Bitcoin en Shiba behandelen. Um, Bitcoin natuurlijk ook omdat we recentelijk die daling hebben gezien en Shiba omdat hij er eigenlijk toch wel goed uitziet. Um, je zal het niet zeggen, maar het is toch wel eentje om uh, voor nu eventjes in de gaten te houden. Wat betreft Bitcoin is het eigenlijk het volgende. Um, zoals we al een tijdje zeggen, is er nog niet zoveel veranderd. We behouden namelijk nog steeds die steun op het niveau van de 45.699 tot aan 51.936. Dit blijven en zijn ook de zones waar we op blijven letten. Wanneer we die steun gaan verliezen op de 45.699, verwacht ik persoonlijk een daling richting de 42k. Vanuit daar zullen we eventjes gaan consolideren en eventueel nog één breakdown naar beneden maken richting de 39.000. Deze daling is nog een beetje ver weggelegd, dus die laat ik nog even achterwege. En dan gaan we dus even kijken naar wat nu actueel is en waar we op dit moment naar kijken. En dat is het volgende. Dat is de range die we hier hebben gevormd op de 45.699 tot aan de 51.936. Waarbij die 45.000-area de range low is en de 51.000-area de range high. Op dit moment zie je dus ook dat de prijs bijna op die range-low terecht is gekomen. En wat kan dat nou gaan betekenen? Wat kunnen we nou gaan verwachten wanneer de prijs richting die range-low gaat bewegen? Laat me ook vooral even weten in de beschrijving um, wat jullie denken van Bitcoin en wat jullie verwachting daarbij is. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. En voor de mensen die kijken voor de Shiba-analyse, blijf ook zeker even hangen. Die komt na Bitcoin. Wat betreft Bitcoin kijk ik eigenlijk naar het volgende. Wellicht nog één move down. Vanuit daar eventjes de liquiditeit ophalen. Die we daar onder de low hebben staan. En daarna een push omhoog. Waarom? Dit patroon hebben we hier aan de bovenzijde ook gezien. Je zag dat de prijs bijna die range low had aangetikt. Net niet had gedaan. Kleine stijging omhoog, ja, kleine daling had gemaakt. Vervolgens kwam de prijs terug. Tikte de liquiditeit eruit. Kwam op de range high. En zag de daling naar beneden. Op dit moment kijken we dus naar het omgekeerde. We hebben op dit moment een kleine stijging omhoog, verwachten daarbij een verdere stijging omlaag, eventjes liquiditeit eruit tikken en vanuit daar een stijging omhoog. Dit is dus ook waar ik op ga anticiperen. Ik ga hier kijken naar shorts en ik ga hier kijken naar longs. Dat is eigenlijk een beetje mijn prognose. En mochten we nou echt die breakout gaan krijgen, wat natuurlijk gewoon nog steeds een mogelijkheid is: hè? niets is een gegeven, het is en blijft technische analyse, het zijn scenario's, het is risk management, het is um, ja, gecalculeerd, um, maar er kan altijd iets misgaan. En iets misgaan is dan eventjes in de mond van niet naar die 42k, want dat was eigenlijk onze bias. Waar we dan naar kijken is een beweging richting de 56 tot aan 57k. En die zal zich voort gaan zetten wanneer we op de korte termijn het prijsniveau van de 51.936 zullen gaan breken. Dus mochten we hier nou echt positieve prijsactie gaan zien, mooie reactie vanaf die range low, dan kijk ik naar een prijsstijging richting de range high. En daarbij wellicht zelfs een breakout omhoog. Dit zou wel mooi een, een mooi eindejaars cadeau zijn, want dat zou dus betekenen dat bitcoin de bullish trend aan het vervolgen is. En dat we vanuit daar wellicht echt wel alweer significante prijsstijgingen omhoog kunnen gaan zien. Op dit niveau verwacht ik dus een bounce en dat is ook waar ik naar kijk. In eerste instantie richting die 48.8, vanuit daar wellicht de 51.9 en daarna is het kijken of we die breakout gaan krijgen of niet. Want dat zijn toch nog wel belangrijke levels om in het achterhoofd te houden. Hopelijk is Bitcoin zo een beetje duidelijk. En dan gaan we door naar Shiba. Um, eentje die nog steeds redelijk vaak uh, wordt aangevraagd. En ook wel eentje waar nog altijd wat behoefte naar is. Dus we nemen hem gewoon lekker mee. En Shiba daarbij ziet er eigenlijk helemaal niet zo verkeerd uit. Het is namelijk zo dat we op de dagelijkse grafiek een kanteling in de constructie hebben gemaakt. We hebben namelijk een higher high neergezet. Dit is allemaal te leren in onze tradecursus. Die is te vinden op CryptoCoinTalk.nl, uh, mocht je dat niet weten. Dus die higher high die is neergezet, de kanteling in de constructie is gemaakt. Dus we gaan nou van lower lows en lower highs naar higher highs en higher lows bewegen. We verwachten dus ook op basis van de marktstructuur alleen al, al upside omhoog op Shiba. Dat is natuurlijk mooi meegenomen op de daily, want wanneer we hem verder gaan verfijnen en gaan kijken naar de 4 uur grafiek, gaan we dus ja, een bepaald supportniveau spotten waar die eventuele higher low gezet kan worden. En dan zien we al vrij vlot dat we hier een hele mooie 4 demand area hebben waarbij we dan ook nog de Fibonacci levels vanaf de swing low tot aan de swing high trekken. Eventjes op de juiste preset zetten voor die retracement. De leden uit de educatiegroep zullen voortaan uh, wel weten hoe dit nu moet. Dit hebben we namelijk uitgebreid behandeld in de live sessie van uh, deze week. Ook dat is allemaal te vinden op de website. Um, dus we zien hier dat die 618,705 perfect oplijnt met die demand area. Dus ik verwacht dus ook dat wanneer Shiba hier wat ja, gaat rangen, uiteindelijk een beweging omlaag maakt, we vanuit hier continuation omhoog gaan zien. Nou, waar gaat die continuation dan naartoe? Dat is het volgende. Allereerst naar de high op het niveau van de 3,957. Um, want als we hier die high low gaan neerzetten, dan gaan we eerst die, de recente high targeten. Dat doen we dan ook. Dat doen we dan met deze horizontale lijn, die afkomstig is vanaf deze high. En hier is gereject. En daarna kijken we naar de hoogtes die we hebben op het niveau van. De 4575 tot aan 4696, dus dit is eigenlijk ook de prognose voor Shiba. Ik verwacht ook nog wel een kleine dip naar beneden. Zou ook mooi in lijn staan met de verwachting op Bitcoin die we op dit moment hebben. En daarbij hebben we dan ook een mooi totaalplaatje voor de algehele markt. Mochten er nog vragen zijn of ben je nou uiteindelijk ergens benieuwd naar, na aanleiding van deze analyse, laat het dan even lekker weten in de comments. Vergeet ook zeker niet een like achter te laten op deze video. Hopelijk gaan jullie allemaal met ons mee naar 2022 en vergeet daarom dus ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. We zien jullie in het nieuwe jaar met een nieuwe video of een nieuwe livestream. Fijne jaarwisseling en bij deze, houdoe!